Ook het komend schooljaar biedt het Maria-internaat aan meisjes uit het binnenland en overige districten de gelegenheid om in Paramaribo te studeren. In het internaat van het RK-bisdom verblijven meisjes vanaf 8 tot 18 jaar. Het opvanghuis kenmerkt zich door een bijzondere pedagogische visie. Het internaat profileert zich als kenniscentrum voor opvoedingsondersteuning voor kinderen, ouders en professionals. Zo worden workshops, filmavonden en digitale educatieve trainingen zoals mediaopvoeding en omgaan met pubers georganiseerd. Volgens directeur Marlon Vigelanszoon is het management van het internaat sinds 3 jaar gemoderniseerd. Het internaat die is eind jaren 40, begin jaren 50 opgericht door de zusters van Paramaribo. Het heeft tot en met 2011 onder hun management gedraaid en vanaf 2013 ben ik samen met mijn wederhelft, Ariana Ortiz, hebben wij het volledige management van het Maria internaat gekregen. We hebben ook daarom het Maria internaat ook omgedoopt tot Maria internaat 2.0. Reden waarom? Omdat wij een moderne visie en moderne missie hebben met een pedagogische aanpak waarop wij dus te steunen op 3 pilaren. En een van de redenen van deze open dag is ook omdat wij van mening zijn dat wij in Suriname ook mogen gaan werken op een moderne manier waarbij mensen een bewust keuze kunnen maken om hun kind op het internaat te kunnen plaatsen. Het Maria-internaat is geen opvangplaats, het is een medeopvoeding, een tweede huis eigenlijk voor de kinderen, voor de meisjes die hier op het internaat verblijven. Het Maria-internaat beschikt ook over een buitenverblijf, de Maria Garden te Saramaka. De Maria Garden is ook bezig om zich te ontwikkelen tot een educatief kenniscentrum. De meisjes leren moderne aquacultuur en landbouwtechnieken gebaseerd op permacultuurprincipes. Terwijl er ook ruimte is voor ontspanning tijdens de open dag, kunnen met name ouders en de pupillen meer informatie over het internaat verkrijgen. Het doel van deze open dag is ook om potentiële pupillen en ouders / verzorgers ook een inzicht te geven in het wel en wee van het internaat waar de kinderen hier kunnen verwachten. De manier zoals wij ook werken met de kinderen, omgaan met de kinderen. Meisjes maken ook kennis met het huis zelf van binnen, kunnen ook gesprekken aangaan met de huidige meisjes die wij op dit moment hebben hier op het internaat. Los van studeren, los van het tweede thuisgevoel, krijgen de kinderen ook gedurende het jaar trainingen en cursussen op basis van hun leeftijd. En het varieert van empowerment trainingen naar sociale activiteiten met de meisjes zelf. En dit allemaal om ze eigenlijk om ze voor te bereiden om goede burgers te worden in de maatschappij. En een bijdrage op die manier ook een bijdrage te kunnen leveren aan de Surinaamse samenleving. Marlon Vigelanszoon, directeur van het Maria-internaat. Wij spraken hem in verband met de opendag van het internaat vandaag.